Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Er zijn helemaal geen 3, 2, 1. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Elke paarden-YouTuber heeft wel zijn eigen trekjes. Vandaar deze video, paarden-YouTubers, be like. Ik dacht dat je dat ging zeggen. Oh, dat verwacht je van mij. Ja, dat doen we. Spannend. In deze video doen we verschillende soorten paarden-YouTubers na in hun typische trekjes. Dit is natuurlijk absoluut niet beledigend bedoeld. We vinden het alleen maar hartstikke leuk, want het zijn natuurlijk ook gewoon collega's en vriendinnen. En we vinden het alleen maar super tof om te zien hoe succesvol ze zijn. En des te leuker dat wij het vinden om het na te doen. Daarbij dagen we ook jullie YouTubers uit om ons na te doen. Dus als je YouTuber bent en je kijkt en je denkt, hey, dat vind ik echt heel rot wat jullie hebben gedaan tegen mij. Doe ons na. Doe ons na. Moos, hou op. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik op stal met Moos. En Moos is weer heel erg vies. Maar we gaan zo even lekker Moos wasselen. En daarna ga ik waarschijnlijk even zo'n zadel rijden. En met Moos. Moos. Kom. Moos, kom. Nee, niet doen. Moos. Moos, nou wordt het een beetje. Kom. Moos. Maar Moos is dus heel vies. Nee, auw! Ik moet altijd mijn bed en mijn haar opeten. Dat is zo vervelend. Hé, ja, maar je bent wel lief, hè? Ja. Hoi jongens, ik zit nu in de wei. En ik heb vanmiddag weer een pakketje binnengekregen. Ik zit even in de wei, want dit was wel een mooie plek om op te nemen. Maar ik ga jullie nou laten zien wat er in mijn pakketje zit. Ik ga even het eerste item pakken. Ik ga even grabbelen. En dan kunnen jullie zien wat ik heb gegrabbeld. Oké. Oh, een nieuwe zweep. Die had ik echt nodig. Oh, maar deze is ook heel mooi. En deze heeft ook echt hele mooie accenten erop. Oh, en zo'n dingetje. Dat is ook altijd handig. Kijk nou, die wou ik al heel lang hebben. Het is een Rambo Mikkelen Multibridle. Oh, maar deze wou ik al heel lang hebben. En ik dacht dat die bij Moos ook gewoon heel goed staat. Maar trouwens jongens, Moos loopt hier ergens in de wei. Dus ik dacht, die komt vast wel. Maar hij komt gewoon niet. Het volgende product. Even grabbelen. Zijn deze laarzen. Deze heb ik wel zelf uitgekozen. Omdat ik heel erg graag nieuwe laarzen wil hebben. En deze vond ik heel mooi. En ik ben nog aan het oefenen met inpakkeren, maar lukt me nog niet helemaal. Moos, laat me nou eens in de steek. Oh. Ja. Oh, here you are. Face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense. Pensy, Pensels en Zapens. Goedemorgen allemaal. Hij loopt er weer eentje te schreeuwen. Nou, dat zeg je met mijn ochtendgezicht. Ja, het is net of ik uit de graf ben opgestaan. Net als hier met mijn paardenstaart. Ja jongens, niet alleen paarden hebben een paardenstaart. Ja, mensen ook. Maar Ens, kom eens. Ens. Onze Ensels. Kijk eens. Ens. Ga eens even lachen. Je bent toch een sportpaardje? Mam. Dag, lieve kijkertjes van Jill. Ja, komt mijn moeder weer aangefietst. Ja, ze ging even een match naar de wei brengen. Ja, dat gebeurt hier altijd op de fiets. Oh, zo is net een unicorn. Kom eens, Ens. Zo is net een unicorn. Ik heb trouwens een nieuw By Jill shirt. Ik heb hem niet aan, maar hij is wel met een unicorn. En we zijn een nieuwe aan het ontwerpen.
met Nutella. Oh, echt. Ik krijg nog obesitas van al die Nutella. Maar jongens, Nutella. Oh, Nutella. Hij is te bestellen bij de website hier onder de biobyjill.eu. Nou, ik ga eerst even Enzo's rijden en daarna kan Enzo de wei in. Maar ik wil hem liever niet eerst de wei in, want ja, dan heeft hij weer zijn speeluurtje en trapt hij alles kapot. Ja, Enzo is best wel gevaarlijk erin. Hoi en leuk dat je kijkt. Vandaag ben ik bij Stroopstal. Stroop staat bij mij hier achter, hij staat er te kijken. Kijk, hij komt dan meteen naar me toe. Hi liefie, alles goed? Ik ga jullie vandaag eens leuks laten zien, want ik heb namelijk een DIY gedaan. Voor vliegenspray. En deze vliegenspray die is gemaakt door mezelf en dus ook door Azuin. Groetje, kom maar. Wachten. Nee. Stro. Goed. Stro, niet doen. Kom maar open. Goed zo, braaf. Dit is de vliegenspray die ik heb gemaakt. Die heb ik gewoon in zo'n dingetje zitten zodat je groen kan opspuiten, zeg maar. En dat heb ik gemaakt met deze natuurazijn. Normaal ja, doe ik wel biologisch, maar natuurazijn was ook goed. Maar ze hadden biologisch niet meer, dus ik heb nou deze gehaald. En daardoor heen doe ik nog citroensap. En ja, dat was het eigenlijk al. En het ruikt heel erg naar vliegenspray en ik denk ook gewoon dat het gewoon echt wel heel goed is. Ik ga dus heel veel bij een strootje opspuiten. Zoals je ziet werkt het al, nou al goed. Oh, daar zijn vliegjes. Wat je ook kan doen is gewoon met dit op de vliegen spuiten, dan zijn ze zo dood. Zo. En dat was mijn DIY. Ik heb dus ook een nieuwe borstel gehaald, namelijk de Magic Brush. Magic Brush is heel fijn om je paard te brushen. Strootje, wat doe je nou? Stro is ontsnapt. Zoals je kunt zien. En hij doet het wel vaker. Hij is gewoon heel stout. Maar ja, daar kan ik verder ook niks aan doen. Met je Magic Brush krijg je alle vlekken van je paard af. Bijvoorbeeld Strootje is helemaal wit. Dus bij Strootje kan ik zijn hele lichaam lekker borstelen. En het was alles weer helemaal mooi wit en schoon en dat soort dingen. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Vandaag heb ik weer een oefencross. Het crossterrein zit hier achter mij. En ik heb er heel veel zin in. En ik heb met Marley al best wel lang niet gesprongen. Want ja, er kwamen allemaal dingen van de osteopaat en zo tussendoor. Maar nu kunnen we eindelijk weer een oefencross starten. Hoi en leuk dat je kijkt. Vandaag ben ik een dagje op stal. Hoi allemaal, vandaag ben ik op de wc. Hoi allemaal, vandaag ben ik in het voerhok. Want de dierenarts komt zo meteen. En ik ben echt helemaal bezweet. Want ik moest Maaike nog van het station halen. En ik heb Diego ook weer het weekend bij me. Dus die zit nog in de auto. Moet ik het trouwens eventjes uithalen, bedenk ik me nu. Hoi allemaal, vandaag zit ik op de glijbaan. Ik heb al een tijdje iets voor jullie geheim moeten houden. En ja, dat is iets tussen Fenna en mij. En we konden het heel lang niet vertellen. Maar ik kan jullie alvast een voorproefje geven. De schommel zit naast mij. Vandaag is trouwens mijn verjaardag en bij dat er weer een speurtocht komt, ik zal Marley even zoeken. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Wil je nou meer hiervan zien en wil je nou dat we nog meer YouTubers na gaan doen? Laat even onder de reacties wie jullie graag nog willen zien. Doe dan vooral een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor elke zaterdag om 4:30 een nieuwe sketch. Hebben jullie nog meer leuke typische trekjes van YouTubers? Zet het dan ook even onder de reacties. Ja, zeker doen, zeker doen. En dan zien jullie de volgende keer weer. Doei! Ik doe het ook even een kleur maken, maar dat kan ik niet. Nee, dat kan niet. Zie los. En de Magic Brushy. Nieuw. Goedemorgen. Oh, met mijn zachte geest. Hoe doe je dat? Goedemorgen. Des, kom hier. En ik ga ze even bij Max opspuiten. Max? Wie heeft er doorgehaald? Hé, ik ben door de stoel gezakt. Ik zei. Zo, dat vind ik heel moeilijk hoor.
om. Stro. Max. Max. Max.